Super, alvast dat jullie maandagavond zijn kunnen komen in plaats van dinsdagavond. Klopt dat? Ja. Ah, dus dank u wel daarvoor. Wie ben ik? Ik ben dus Michael Niekluis, ben ondertussen 30 jaar. Op 3 oktober was mijn verjaardag. Ik heb een zot feestje gegeven, het was een theefeestje. Ik weet niet, zijn er al mensen een keer een zot theefeestje hebben gehouden? Nee, hè? Dus het was iets heel interessants die dag. Het was een vrouw die afkwam en mijn feestje duurde van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En het was een vrouw die afkwam om 8 uur 's avonds, een vrouw van 50 jaar. En ze zei, het is de eerste keer in mijn leven dat ik 5 uur na aanvang op een feestje toekom en dat ik nog met elke persoon een nuchter gesprek kan voeren. En ik vond dat een ongelooflijk interessant compliment. Want ze zei, 50 jaar, de voorbije jaren, altijd als ze ergens naartoe gaat, wordt altijd gedronken, wordt altijd veel alcohol gedronken. En ze vond het zeer aangenaam om ze een keer nuchter feestje te geven. En je zult ook merken, ik ben zelf 5 jaar geleden gestopt met drinken van alcohol. En ik was de rest al een beetje aan het praten, ik was al vertrokken. En ik was al aan het gaan. En eigenlijk, mijn filosofie is vooral eigenlijk hoe dat je nuchter kunt blijven in het leven. En je zult ook merken, doorheen de zaken dat ik vertel, doorheen de lezing, dat mijn focus vooral is op het nuchter blijven. Dus ik ben 30 jaar. Ik ben 5 jaar geleden gestopt met drinken. En waarom ben ik gestopt met drinken? Omdat ik ergens een probleem had met alcohol. Was ik iemand die elke dag van 's morgens tot 's avonds dronk? Totaal niet. Dus ik zeg dat vaak, ik ben een ex-alcoholieker. De laatste tijd voel ik dat ook iets minder. Maar in het begin zeg ik dat, ik ben een ex-alcoholieker. Maar mijn definitie van alcoholisme is eigenlijk heel makkelijk. Dus als je 1 keer in de week uitgaat en drinkt, of als je drinkt en als je niet kunt stoppen met drinken, zijn in mijn ogen ergens een alcoholist. Dus het verschil tussen alcoholprobleem en alcoholieker, dat is heel klein. Ik help mensen individueel om te stoppen met drinken ook. En de meeste mensen die bij mij komen, dat zijn mensen die eigenlijk gewoon een heel normaal leven leiden, maar ergens heeft die een drank te veel kapot gemaakt. Er is ooit een vrouw bij mij geweest die dronk 4 glazen wijn per week en die vond dat ze een alcoholprobleem had. En daarom was ze stop met drinken. Ik heb vrienden van mij van vroeger, dat ik nu veel minder zie, die drinken 50 pillen op een weekend en die vinden dat ze goed bezig zijn. Dus of dat een alcoholprobleem met of niet, dat kan eigenlijk, dat kun je enkel maar voor jezelf beslissen. Mijn focus ligt meer op, en soms zijn er ook mensen die bij mij komen, ja, moet je dat nu bij zijn, een mens, dat ik een alcoholprobleem had? Dan ik zo bij, nee, totaal niet. Zeg gewoon aan mensen dat nuchter door je leven wil gaan. En wat gebeurt er ook, als jij zegt van, ja, ik wil nuchter door mijn leven gaan, en mensen die vragen van, mensen gaan geïnteresseerd zijn, hè? Waarom wil je dat? En ze kunnen zeggen, ja, ik heb al heel mijn leven gedronken, en ik wil het een keer anders doen. Ja, want als je zo gefocust bent op het probleem, dan is van, ja, ik heb een probleem, hè. Ik heb me nooit gefocust op problemen. Ik ben al een paar keer op televisie en ook zo geweest. En mensen willen altijd weten wat dan mijn verhaal zijn van vroeger en mijn zotte verhaal. Maar ik ben altijd gefocust op het nuchter zijn. En wat is het nuchter zijn? Dat is leren omgaan met emoties. Leren omgaan met angsten. Leren omgaan met stress. Dat zijn de zaken waar ik mij de 5 voorbije jaren op gefocust heb. Ik hoor dat andere verschillende mensen zijn die het zien zitten om een tijdje te vasten zonder te drinken binnenkort, klopt dat? Ja? Ik zie de mensen van, wow. Ja. Ik ga ook vooral, ik ga focussen op het nuchter zijn en eigenlijk op het nuchter zijn geeft mij enorm veel in het leven. Als mensen aan mij vragen, zo, wat is het zotste sinds dat ik niet meer drinkt? En ik zeg altijd, ik heb 5 keer meer tijd dan vroeger. Ik heb naast stop met drinken, heb ik ook mijn tv buiten smeten. Dat was ook een vrij goede beslissing. En niet meer naar tv kijken, niet meer drinken. Geloof mij, je hebt heel veel tijd opeens. En wat ben ik beginnen doen in het begin? Ik ben beginnen schilderen, gelijk een zot. Superveel schilderijen beginnen maken. Ik ben beginnen lezen. Ik ben heel veel beginnen schrijven. Een van de dingen dat ik doe om nuchter te blijven, is heel veel schrijven, een dagboek bijhouden. En ik zal misschien even zeggen, ik ga de alcohol als een rode draad gebruiken doorheen het verhaal, maar ik ga jullie heel veel andere zaken ook meegeven. En ik ben iemand die nogal graag dingen opschrijft, maar ik zou een keer graag gaan van jullie als mens horen waarom dat eigenlijk mensen alcohol drinken. Ik zal jullie dan ook onmiddellijk uitleggen waarom dat ik nooit meer drink in mijn leven, en misschien kan jullie dat inspireren om ook misschien alcohol los te laten of misschien anders naar alcohol te kijken.
Ik ga je gewoon een schematje tekenen. En dat zijn de voordelen van alcohol en de nadelen van alcohol. En zouden jullie mij een keer kunnen vertellen waarom dat mensen in het algemeen drinken? Kun je me dat even vertellen? Voor de gezelligheid. Voor de gezelligheid. Gezelligheid, ja. Ik schrijf niet super goed, maar... Vluchten. Vluchten. Ik zal het bij voordeel schrijven. Kan ook een nadeel zijn. Waarom drinken mensen nog alcohol? Ontspannen. Ontspannen. Ja. Zeg, dorst? Het zal wel zijn, dan. Ik heb dorst. Ik ben trouwens, voor alle info, ik ben van Gent. Van Gent. Het was iemand die dacht dat ik van West-Vlaanderen was. Ik zei, wat? Van West-Vlaanderen? Oké, dorst. Wat nog? Waarom drinken mensen nog alcohol? Uit gewoonte. Uit gewoonte. Oké. Omdat ze het lekker vinden. Oké. Okay. Ja, ze voelen zich meer ontspannen, staat er al op. Om erbij te horen. Om erbij te horen, dat is ook nog een. Nog? Net wel weer gezegd. Dat ze zich niet goed voelen, dat ze verdriet. Ja, verdriet, niet goed voelen. Niet goed voelen. Ik heb er genoeg, ik heb er genoeg. Dus ja, als je nog zoiets hebt, van, dat is nog iets. Dus ik zeg voordeel, zijn er eventueel ook nadeel van alcohol? Een kater. Een kater? Ja, een beetje, hè, dat kan. Hè. Maar ik ga het ook bij schrijven, cool, want die zegt ja, te veel gedronken. Oké, ik ga dat ook uitleggen. Oké, waarom was er nog nadelen kunnen zijn van alcohol? Je zegt dingen dat je eigenlijk niet wilt zijn. Soms is dat ook een voordeel, zijn ze tegen mij. Zeggen niet, ik zal het wel omtuigen. Oké. Okay. Misschien nog nadeel van alcohol? Agressief. Dat je weet wat je gedaan hebt. Agressief, ja. Niet meer weet wat je doet. Niet meer weten. Ik zal de volgende ook nog in bijschrijven. Hè. Financieel, ik zei dat de hoogte stopt met drinken, ben ik gewoon rijk aan het worden. Ja, zowel van binnen als van buiten. In het begin verdien ik geen geld, maar de ding dat ik deed, mijn pa zei altijd, hoe ga je geld verdienen? Ik zei, maar pap, ik ben zo rijk, van binnen. Hij zei, maar daar kun je juist niet meer betalen. Ik zei, ja, maar dat komt wel. Hè. Innerlijk rijkdom zal zich op vroeg of laat wel manifesteren in de buitenwereld. Waarom vraag ik dat aan jullie? Waarom drinken wij eigenlijk? Wat ik nu gedaan heb, is... We hebben eigenlijk heel veel onbewuste gedachten over alcohol. En we hebben even alle onbewuste gedachten over alcohol even bewust gemaakt. En ik zal jullie zo waarschijnlijk wel kennen. Maar het leven zijn dat soms is zo gelijk een ijsberg. Hè, dat 5% van ons denken is bewust. Maar soms zeggen ze ook 1%. Ik weet niet wat dat precies is. Maar 5% van wat we denken en doen is bewust. En 95% is onbewust. Wat ik ook geloof, en is dat wat we denken ook ergens werkelijkheid wordt. Ik weet niet of dat ook zo in het boeddhisme is. Ja, voilà, te zeggen. Eigenlijk ben ik onbewust ook iemand die heel veel van het boeddhisme doet. En naarmate dat de tijd vorder en ouder wordt, ben ik daar ook bewuster van aan het worden, wat ik allemaal doe. Ik zet de persoon, ik kende Jan Geurts niet, maar ik ben zeer groot fan van Jan Geurts. Hij heeft veel boeken geschreven over... leven en verslaafd aan de liefde, verslaafd aan denken. Kent dat iemand? Nee? Oké, geen probleem. Dus 95% is onbewust. Maar ik geloof, en dat is ook zo, wat we geloven wordt werkelijkheid. Hè? Sinds 5 jaar ben ik eigenlijk mijn gedachten beginnen onderzoeken. Want de buitenwereld is eigenlijk feedback van uw binnenwereld. Als er dingen op uw buitenwereld komen dat je niet zo wijs vindt, moet je eigenlijk gaan kijken in jezelf van welke gedachten, overtuigingen produceren deze buitenwereld. En eigenlijk 5 jaar geleden ben ik begonnen met alcohol. En ik vroeg mijzelf af, door te lezen rond alcohol, wat zijn mijn gedachten over alcohol? Onze gedachten worden werkelijkheid. Wat is mij ook bewust geworden? Vroeger dronk ik
vanuit mijn bewustzijn dat ik had, en dat ik dacht dat alcohol leuk was, alcohol zellig, en vanuit dat bewustzijn leefde ik. En heel vaak vanuit een bepaald bewustzijn creëren we ons probleem. Ah ja, we hebben dat probleem en dat probleem, en we creëren dat vanuit dat bewustzijn. Wat ik geleerd heb voorbije jaren, is als je eens een probleem hebt, proberen we heel vaak een probleem op te lossen met hetzelfde bewustzijn dat we gecreëerd hebben. Dat is niet ideaal. Wat je altijd kunt doen is als je een probleem hebt, is nieuwe inzichten verwerven, nieuwe boeken lezen, met mensen spreken, bij mij in therapie bijvoorbeeld gaan. Ik ga zelf bij mensen in therapie. En wat er eigenlijk gebeurt, meditaties. Wat er eigenlijk gebeurd is, is je gaat je bewustzijn gaan verruimen. En in het begin, hè, dat probleem, je kunt dat niet oplossen. Maar hoe meer kennis dat hebt, dus ook een deel van het boeddhisme, hoe meer kennis dat hebt, hoe beter dat je probleem gaat kunnen oplossen. Ik quoteer trouwens heel vaak Boeddha in mijn lezing. 90% van mijn tijd geef ik lezing naar jongeren tussen de 16 en 18 jaar. En ik zeg altijd, Boeddha zegt altijd, al het lijden komt uit onwetendheid. Dus als we pijn hebben, is dat omdat we iets niet weten. En heel vaak kunnen mensen dat oplossen met hetgeen wat ze al weten. Wat ik zeg aan mensen is leer heel veel bij. Ik heb online programma's staan op internet. Ik zeg dat aan de jongeren over stoppen met drinken. Ik zeg aan de jongeren, als je dat wilt hebben, online programma's, stuur mij gewoon een mail van mij, ik krijg dat cadeau. En volwassen mensen moeten dat ook betalen. Ik zeg aan de jongeren van, kijk, als je wilt weten hoe je moet omgaan met jou die drinken. Ik zeg, stuur mij een mail, ik geef je gewoon heel dat programma cadeau. Er zijn veel mensen die mij mailen, er zijn veel mensen die dan een lijst. Een gast van 16, 17, 18 jaar, hoe meer kennis dat je hebt, hoe beter dat je denk kunt zien, hoe beter dat je zaken kunt loslaten. Om terugkeren naar alcohol, wat waren mijn onbewuste gedachten over alcohol? Dat waren de die. En ik heb eigenlijk mezelf ooit, ik heb mezelf altijd de vraag gesteld, klopt dat? Ja, want die gedachten worden werkelijkheid. Dus het is best dat je denkt dat het juist is. Hè. En ik vroeg mezelf ook af, hè, is, alcohol, als ik nog veel dronk, ik zei, maar alcohol is supergezellig. Het is supergezellig. En ik stel mij gewoon de vraag, hè, maar klopt die gedachte? En dan kwam ik tot conclusie, ja, als ik kijk, alcohol drink, dan kan het heel vaak net niet gezellig worden. Hè? Ik zei dat vaak, het is onlangs kerst, nieuwjaar en alweer, misschien is wel bij u iemand in de familie, dat zoiets van net van, ik hoop dat die gast niet gaat komen, want het gaat net niet meer gezellig zijn. Ik hoop dat die niet weer gaat drinken, anders gaat hij weer beginnen zagen. Ik hoop dat mijn tante niet weer gaat drinken of ze gaat beginnen ween. En ja, eigenlijk, hij heeft hem iets minder zet. Ah ja, nee, maar dat is geen probleem. Nee, maar ik voelde dat gewoon. Ik hoorde dat. Dus wat is eigenlijk veranderd? Maar ik vond het eigenlijk handiger dan juist. Okay. Of is het nu beter? Ja, het was een beetje te lang. Ah, oké, is goed. Ja, ik was al even schoon geworden. Dus inderdaad, wat kwam er? Die gezelligheid was eigenlijk niet zo gezellig. Heel vaak is mijn vader mijzelf komen halen. Als ik bijvoorbeeld ergens in slaap was gevallen, in het park of zo, of als ik aan het toog lag te slapen. Dus zo kwam ik tot de conclusie, alcohol is eigenlijk niet gezellig. En wat ik ook wil meegeven dan vooral is, wat is gezelligheid wel voor u? Bijvoorbeeld, jullie zijn hier, denk ik, net komen mediteren, jullie luisteren nu naar mij, misschien vinden jullie het wel heel gezellig om hier met mij te zijn, en om heel gezellig om te mediteren. Klopt dat of niet? En dat is echte gezelligheid. Dus ik heb eerst afgevraagd van, klopt dat? Nee, dat klopt niet. En dan probeer ik andere dingen in plaats te vinden. Maar kwam ik tot de conclusie, als ik naar school ga, zie ik heel veel jongeren. Hè, en die amuseren zich te pletteren. Jongeren, hè, tijdens de speeltijd, niet tijdens de les, maar tijdens de speeltijd. Die mensen zitten op de speelplaats te lachen en te zeven. En die mensen zijn blij. Jongeren zijn blij. Oké, als ze in de klas komen, zijn ze wat minder blij. Maar eigenlijk vinden de jongeren heel gezellig op school. Heel veel. Heel veel mensen die zeggen, inderdaad, ik drink alcohol om te vluchten. En ik zei dat 99% van de mensen die bij mij komen, die weten na een uur en een half dat ze drinken om te vluchten. Dan hebben ze altijd twee mogelijkheden. Ofwel vluchten verder, wat ook oké is. Hè. Als mensen ervoor kiezen om te blijven vluchten, is dat hun weg, dus dat mag. Maar wat ik geleerd heb in mijn leven, of wat ik probeer te doen, is dingen anders aan te pakken. En vluchten, je kunt zoveel vluchten als dat je wilde. Vroeg of laat, allee, je komt altijd zelf dingen tegen, want zolang dat er van vlucht, gaat het niet oplossen. En wat ik eigenlijk geleerd heb de voorbije 3, 4, 5 jaar, is eigenlijk mijn probleem gaan aanpakken. En wat ik gemerkt had eigenlijk, is dat ik teken graag zowel van die dingetjes. Oh, sorry. Wacht, hè.
Ik ga niet omver vallen. Dat is wat. Wat ik eigenlijk gemerkt had in mijn leven, als wij worden geboren, hè, zijn wij allemaal 100% licht en liefde. Hè? Een beetje spiritueel. Hè? We zijn allemaal 100% licht en liefde. Maar wat ik eigenlijk gemerkt heb doorheen mijn leven, om de goedkeuring en de aanvaarding te krijgen van mijn ouders, mijn opvoeders, mijn vrienden, ben ik mezelf altijd een beetje gaan afwijzen. Hè? Bijvoorbeeld mijn moeder, soms maak ik van die domme grapjes. Hè? Je kent dat misschien of kent dat misschien niet. En dan was ze van, niet van die domme moks maken. Nee, geen opmerking. Ik ben Frans taal opgevoed. Dat was al een padremark. Dan wilde ze ook een padre. Ik mag niet zeggen, ik mag niet zeggen. Dus wat doe je? Ga eigenlijk een beetje van jezelf een beetje gaan afwijzen. Maar boom, dat is dat. Dan zei je pa tegen je, ah, kom, je moet dat beter doen, je moet dat beter doen. Ah ja, oké. Okay. En dan ga je dat ook gaan doen. En naarmate dat je ouder wordt, ga je altijd de goedkeuring bij andere mensen gaan zoeken. Je oma en je opa, ja, je krijgt enkel maar geld als je een goed rapport hebt. Ah ja, oké, okay, dus je moet een goed rapport halen, anders worden ze echt niet beloond. En laat ik gewoon zeggen, je laat afhangen van heel veel zaken. En ik ga over mezelf spreken. Ik op mijn 25 jaar van de 100% Michael Niklaus als hij baby was, schoot misschien nog hoeveel? Misschien 20% van over. Dus het is een fictief cijfer. En wat is er eigenlijk gebeurd door te stoppen met drinken? En wat heb ik eigenlijk gedaan? En, ik heb eigenlijk altijd de sleutels van mijn geluk heb ik eigenlijk aan allemaal andere mensen gegeven. Letterlijk en figuurlijk. En wat ik eigenlijk ben beginnen doen, is door te stoppen met drinken, en heeft mij ook de kracht kunnen geven, ben ik eigenlijk al die sleutels dat ik aan andere mensen gegeven heb, ben ik beginnen terughalen. En ik zit nog niet op 100%. Hè. Ik heb nog hier en daar nog wat werk met mijn ouders, maar ik denk dat ik ondertussen, ik zit aan 80%, denk ik. Ja, zo, ja. Ik zit nog aan 80%. En dat vlucht, hè. We kunnen heel ons leven van zaken vluchten. En ik heb dat 10 jaar lang gedaan. Van mijn 15 tot mijn 25 heb ik echt superveel gedronken. Maar dat helpt niet. En dat is iets dat bij mij heel diep in mijn cellen, in mijn lichaam zit van vluchten, dat helpt nu niet. Als er iets op mijn pad komt, probeer je altijd van de eerste keer te handelen. Oké, de ene keer was succesvoller dan de andere keer. Maar ik heb eigenlijk geleerd om mijn leven in handen te nemen. Om mijn sleutels dan echt bij andere mensen zijn, om mijn sleutels te gaan terugpakken. En niet vanuit een strijd. Niet vanuit, ah, heb dat afgenomen. Nee, ik heb dat ook toelaten. Je zit in verbinding, in relatie. Ik heb gezegd, ik nu aan je vallen met mijn huis. Dat is eigenlijk, ik vecht er niet voor, dat is ergens mijn bestaansrecht. Het is niet van, ah, ik ga dat afpakken. Nee, dat is gewoon, dat hoort van mij. En dat is ook vanuit liefde dat ik dat doe, niet vanuit angst. En dat vluchten, ik ben een beetje mijn tijd wijden, maar dat vluchten, dat helpt niet. Dat zit vrij diep in mij gebakken, dat drink nooit helpt lossen. Dus vluchten. En eigenlijk, ik vind het zeer leuk om die dingen allemaal te handelen. Ik weet ook, ik zei dat soms ook op school, en dan is dat zo, ik geloof dat wij onze ouders kiezen. Ik geloof dat wij het leven kiezen van ons leven. En soms was ik op school van gast van 15 jaar, hé, hoe dan? Maar gewoon, of dat nu waar is of niet waar, hè, wat ik geleerd heb, hè, ik heb ooit lessen gevolgd over boeddhisme en hindoeïsme bij iemand, een jaar lang. En die zei dat tegen mij, Michael, stop complaining about your parents, you chose them. En ik zo, wow. En hoe dat hij dat zei, wat gebeurt er, ik had ruzie met mijn ouders, hè, wat doe ik normaal als ik ruzie heb met mijn ouders? En ik ben zo innerlijk aan het oordelen en aan het zeggen van, ah, het is altijd hetzelfde, En wat ik altijd doe als ik nu boel heb met mijn huis, dan kom ik zo buiten. Ik kijk altijd zo naar boven, hè, zo naar het universum. En ik zeg, waarom heb ik die gekozen? En gewoon door je die vraag te stellen, hè, wat gebeurt er, krijg je dan de antwoord. En los van het feit of dat waar is of niet waar, de kwaliteit van vragen dat je aan jezelf stelt, gaat de kwaliteit van je leven, tonen. Ik ben heel veel bezig met mijn gedachten, met mijn vragen te stellen. Er komen soms mensen bij mij, ze hebben een jaar niet gedronken. Ze zijn super bezig, maar ze hebben ergens een momentje moeilijk gehad. Hè? Bijvoorbeeld, uw moeder sterft, uw vader, broer, zus, dat gebeurt. En ze drinken en ze laten zich gaan, meestal is het dan voor een paar dagen. En dan sturen ze terug, ah, ik ben een mislukkeling, ik heb gedronken en dat is niet goed van mij. En ik zeg, wat heb je geleerd? En dat is een hand aan de vraag. Dat is van, oh ja, maar ik ben toch een mislukkeling, ik heb gedronken. Ik zeg, oké, dat kan gebeuren, hè? Het is gepasseerd. Wat heb je geleerd? Ja, zo van, ja, eigenlijk helpt dat niet. Als er iemand doodgaat, het drinkt erop, dat helpt niet in tegendeel.
En dat is wat ik doe met mensen. Hè. Ik ben een coach ergens, ik ben therapeut ergens, maar ik stel al andere vragen dan normale mensen. Allee, ik stel andere vragen, omdat mensen dan anders denken. En bijvoorbeeld allee, op mijn organisatiegebied, gaat dat speed merken. Ik heb 5 boeken geschreven, hè, als je niet direct hebt veel tijd. En mijn eerste boek, De Druppel, dat is hoe ik stoppen met drinken. Ik deel die boek uit. Ik heb er nu, verleden jaar, sinds 8 maanden, heb ik er al 8000 uitgedeeld. En het is altijd mijn bedoeling geweest dat elke jongere dat ik zie, maar nu ook de iets ouder mens, elke jongere dat ik zie, wil ik een boek geven van De Druppel. En als ik, allee, ik denk al 3 jaar zo. Dus ik ben ook mogelijkheden beginnen creëren om dat te verwezenlijken. Bijvoorbeeld door dat mensen mij sponsoren, door dat mensen mij dat betalen. En zo kan ik dat ook doen. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld een organisatie hebben, dan denken ze, hoe kan ik 5% groeien? En je gaat antwoorden krijgen hoe dat je 5% kunt groeien. Wat ik mij ieder jaar afvraag is van, oké, hoe kan ik van dit jaar nog een keer verdubbelen? En dan gaat de andere antwoorden krijgen, ah, doe dat, doe dat. En de kwaliteit van vragen is heel belangrijk. Ik ben ook iemand die enorm veel schrijft. En ik zeg, de boeken die ik geschreven heb, dat is ergens, ik doe dat om mijn kennis te delen, maar ik zelf voor mij, ik heb een dagboek. Ik heb nu ongeveer op 5 jaar tijd 1400 pagina's geschreven, denk ik. Geloof mij, dat is veel. Dat is echt heel veel. En ik schrijf, nu is het iets minder, maar ik schrijf toch wel wekelijks 3-4 keren. En door altijd te schrijven, kom ik tot nieuwe inzichten. Ik ben nog alleen die snel gaan in mijn leven. Hè. Tjak, tjak. Door het schrijven, ik vertraag een beetje mezelf. Ik onderzoek een keer mijn gedachten. Allee, om alles op terug te komen, vluchten, dat helpt niet in het leven. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, ik drink om te ontspannen. En als je heel wetenschappelijk gaat gaan kijken wat je alcohol met mensen, je hebt neuronen in je hersenen en die maken allemaal verbindingen met elkaar. Constant maken die verbindingen. Jullie zijn hier allemaal nuchter, veronderstel ik. En jullie denken hoe na, jullie kunnen mij hoe volgen. Als de mensen drinken, wat doe je? Je verdooft eigenlijk je hersenen. Dat is wat je doet als je alcohol drinkt. En dat is iemand een kater te veel. Ja, of dat je nu 1 glas drinkt, dat ga even extreem zijn, hè, dus omdat ik jullie dan kan doen nadenken. Maar of dat je nu 1 glas drinkt, hè, of 20 glazen, hè, zelf bij 1 glas verdooft ook ergens je hersenen. Ja, als je wilt weten, hè, wat alcohol met mensen doet, hè, ik zeg altijd, kijk naar kinderen, als ze een eerste keer drinken. Dat is wat alcohol doet. Kinderen zijn dat niet gewoon om te drinken. Je geeft ze 1 glas rode wijn, hè, die zijn weg van de wereld. Hè. Waarom? Omdat dat het effect is van alcohol op de mens. De reden dat wij zo goed tegen alcohol kunnen, is omdat wij worden gebrainwashed en geconditioneerd langs alle kanten. Want je moet dat leren drinken, je moet dat leren drinken. Dus kijk, soms mensen 5 glazen wijn zien drinken en ik zie dat er nog niets is aan hen, nou, dan weet ik al hoeveel dan ze eigenlijk drinken. Nou, ik ben hier niet om te oordelen, ik heb zelf superveel gedronken. Ik kom 15, 20, 25 pinten drinken. En allee, ik voelde dat wel wat, maar het was niet dat ik ook al KO was. Dus, snap je? Dus, ik ga er nooit vergeten, mijn zus, als die 1 glas wijn drinkt, haar kop wordt rood. Haar kop wordt echt rood en dat is een lichamelijke reactie van haar lichaam dat zegt van, geef mij dat niet. En vroeger moesten we er altijd mee lachen. Wij altijd, ah kijk, hè, nat. Hè. Mijn zus noemt dat, ja, nat, even een glas wijn dronken, haar kop zie rood. Wah. En nu heb ik altijd zoiets van, ze drinken af en toe en elke keer als ze drinkt, haar kop wordt rood. En nu heb ik altijd, dat is het lichaam dat zegt tegen haar, geef mij dat alsjeblieft niet. En je moet dat maar een keer testen, hè. Dus de mensen die dan, laten we zeggen, 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar keer niet drinken. Je moet dan een keer, je moet dat niet doen, maar stel dat je dan toch een glas en nieuw zou drinken, dan voel je dat enorm. Heel veel mensen die bij mij komen stoppen met drinken, nadat ze bij mij gekomen zijn, omdat ze weten ook dat ze vluchten, daarna kunnen ze minder goed tegen alcohol. Dat is heel bizar eigenlijk. Allee, het is niet bizar, ik heb eigenlijk onderzocht hoe dat kwam. En ik geloof, hè, en dat is ook zo, ons lichaam heeft ook hersencellen. En je kunt je lichaam niet bespelen. Hè? Dus je lichaam heeft ook hersencellen. En als je lichaam weet dat alcohol niet goed is, gaat je lichaam reageren. En vroeger, ik heb één specifieke klant die dronk altijd 20, 25 pint. En hij komt nu al 2 jaar bij mij. En hij drinkt 3-4 pint en hij is zo zat of iets. En dat is omdat zijn lichaam weet, geef me dat niet, ik word er slecht van. Dus voor mensen die toch nog gaan drinken, moet ik heel bewust zijn wat de alcohol doet met je. Dus ontspannen, maar waar is eigenlijk het addertje? Hè? Dus de mensen, dat is waar, ik verdoof mij. En dan stel ik eigenlijk een vraag. En ik ga het ook gewoon naast schrijven, want ze biedt. Dan stel ik een vraag, ik zeg, wat kun je doen om je wel te ontspannen?
En dan is er deze vraag waar dat heel veel mensen op blokkeren. En wij mensen hebben allemaal een druk leven, ze komen thuis van hun werk. En ze moeten dan nog eten maken, de kinderen snoepen dan wat rond. En ze zijn stress en ze ontspannen. En dat is de quick fix, alcohol, een tapje drinken en zijn van de kaart. Maar als je vraagt aan mensen wat kunnen doen om te ontspannen. Echt, ik meen dat mensen soms 2 minuten niet zijn bij mij. En ik wacht, hè. En dat is echt zo, oh, ja, dat is moeilijk. Dat is een goede vraag. Ik weet het. En dan zijn soms mensen na 2 minuten, ah, kan ik in een boek lezen. Ja, dus dat is een goede ontspanning. En zeker ook alle mensen die bij mij op coaching komen, die krijgen al mijn boek mee. Dus ze gaan zich goed kunnen ontspannen. Maar ik zei dat, Boeddha zegt, hè, al het lijden hè, komt uit onwetendheid. En hier weten heel veel mensen niet wat ze moeten doen om te ontspannen. En aangezien dat die, ontspannen alcohol, dat is zo'n een dikke verbinding geworden, doordat je naar televisie kijkt, doordat je andere mensen ziet, gaat het dat blijven doen. Wat ik leer aan de mensen, is eigenlijk, hè, die een dikke draad, is zo'n beetje, ik probeer hier een draad te maken. Ah ja, je kunt lezen, ah, kun je gaan lopen, je kunt je schrijven, je kunt je sauna's doen, kun je dat doen. En probeer andere draad in de plaats te brengen, zodat die verbinding een beetje minder en minder komt. En wat schrijf ik hier daarnaast? Fun. Want die van ontspanning is al vrij confronterend voor heel veel mensen. En wat doe je als ontspanning? Jullie komen hier mediteren, dat is ook een vorm van ontspanning. Dus dat is al zeer goed. Dan vraag ik soms aan mensen. Wat zie ik bij mensen? Is heel vaak als ze veel drinken, hebben ze op zich niet meer zoveel levensvreugde. En ik geloof dat mijn grote drive in het leven is fun. Ik heb superveel fun in alles wat ik doe. Ik geniet er echt van zowel de boeken te schrijven als lezing te geven, als mensen te coachen, als mensen te helpen met bepaalde projecten in de wereld zetten. Ik heb heel veel fun. En ik zei, dat is het meest confronterende vraag dat ik aan mensen vraag. Ik zeg, stel een keer, een hypothetisch, je hebt nog een week te leven, of een maand te leven. En je mag zoveel fun hebben als wat je wilt. Wat zou je zo blij en gelukkig maken? Dat je echt zoiets hebt van de max dat ik dat kan doen. En er zijn heel weinig mensen die daar een antwoord op weten. Ik kan nu dat met heel oprechtheid zijn, dus stel dat ik nog een week zou leven of een maand zou leven, ik zou, ik denk 95% zelf doen als een dag wat ik nu doe. Dus ik zou gewoon heel mijn week verder doen. Ik heb morgen een lezing voor 250 jongeren, wat dat de max is. Ik heb overmorgen een lezing voor 150 mensen van de drugspreventiedienst. Dat is altijd zeer fun. Ik heb 2 maanden geleden ik zo'n lezing gehad voor 100 mensen van de drugspreventiedienst in Brugge was dat. Dus iedereen van Brugge zat er samen. En de mensen van de drugspreventie, ze wilden een oplossing hè, voor die jeugd die zo slecht bezig was. En die jeugd drinkt te veel en coma drinkt en ze wilden een oplossing. Dat was iemand die voor mij een lezing gaf. Oké, dat was interessant, maar wat meer wetenschappelijk. En dat was het aan mij, want mensen wilden een oplossing. En ik zei, kijk maar, wie zitten we hier? Met 100 mensen. Ik vroeg de vraag, wie drinkt er allemaal? 98 van de 100. Ik zei, kijk. Jullie zitten allemaal van de drugspreventie. Ik zei, wie van jullie ziet er daar hier zitten om samen vanaf vandaag met mij een keer een jaar niets te drinken en om het goede voorbeeld aan de jeugd te tonen? 2 mensen hebben er allemaal opgestoken. En al de rest, we zijn de problemen, wij niet. Hè? En dat is wat dat, maar hier niet, maar dat is in het algemeen wat dat volwassenen altijd doen. Dus ik oordeel en eens kijken naar de jongeren, maar wij vergeten eigenlijk dat de jongeren gewoon een reflectie zijn van onze eigen opvoeding. Dus in plaats van hen te veroordelen, zou ik beter naar onszelf kijken. Maar dat is super, hè. En ga je zeggen, ik heb daar 2 boeken verkocht, denk ik. Dat was heel grappig. Maar normaal gezien, het algemeen verkoop ik al wat boeken, zo, want ik koop die voor niet veel. En dat was echt zo, iedereen was weg. Dat was een die zelf zei, ja, ik heb dat al later te weten komen, dat ze zei, ja, die heeft wel serieus in de schenen schopt van al de mensen van de drugspreventie. En, maar ja, oké, maar dat is ook, hè, mensen denken na, en dat is goed. Maar het kwam wel 1 vrouw naar mij, en hey, het is daarvoor ook dat ik toen kwam vrouwen naar mij en dat was, haar zoon was 16 jaar en dat was geen alcoholiek, hè, maar 1 keer om de 2 weken naar het jeugdhuis, hè, kent dat, en 0,5 euro voor een pintje in het jeugdhuis en 2 euro voor een cola. Hè. En in het jeugdhuis, ja, 1 keer om de 2 weken zat en op een bepaalde dag is hij zo zat geweest, is hij een kanaal in Brugge gevallen, is hij gestorven. En het was, dat is ook opnieuw geweest. En dat was een vrouw die naar mij kwam en die zei, kijk, ik ben blij dat je een keer dat durft te zijn. En alle mensen van de drugspreventie, en ik heb respect voor hun werk en wat ze doen, maar ze gaan naar school en ze geven lezingen en ze zeggen, ja, cocaïne, dat is niet goed, hè. Heroïne, dat is niet goed, hè. En alcohol, hè, dat is eigenlijk de gevaarlijkste drug van al. En je hebt altijd wel zo'n wijsneus van 14, 15, 16 jaar die dan vraagt, ah ja, drink je zelf. Ja. En wat zijn de mensen dan? ja, drink wel zelf. Maar welke boodschap geeft dan? Ik zeg niet dat ze
slecht of goed werk levert, maar welke boodschap wil je meegeven? En, want voor mij, heroïne, cocaïne, alcohol, dat ligt op dezelfde lijn. Het enige verschil is dat alcohol enorm traag werkt. Als jij jarenlang elke dag lijntjes zou snuiven cocaïne, na een jaar kun je zot zijn en kun je doodgaan. Maar als jij jarenlang elke avond twee pint drinkt, oké, je voert dat wel, maar dan ga je leven niet ondermijnen. En het is daarom dat alcohol in mijn ogen een zeer gevaarlijke drug is, omdat wij dat niet zien als een drug, één. En wij beseffen niet dat wij er als bevolking toch wel een groot probleem mee hebben. Er is een Nederlander die een boek heeft geschreven, heeft totaal niet verkocht. En dat was een boek, De Grote Verdoving. Daar ging zo'n beetje de waarheid over alcohol. Maar geloof ik, mij totaal niet verkocht. Zelfs zijn onderneming is failliet gegaan tijdens. Dus, snap je, de mensen willen de waarheid niet lezen ook. Allee, wat dat de waarheid ook mag zijn. Maar ontspannen, fun, en dat is ook wat ik probeer mee te geven. Ik heb al een paar boeken geschreven en ik probeer dat mee te geven. Wat kan u ontspannen? En als mensen aan mij vragen, wat ontspant u? 5 jaar geleden, ik zou niet weten wat het antwoord, maar nu. Ja, ik heb heel lang heb ik veel yoga gedaan. Ik zing ook vaak mantras. Ik ga een keer gaan wandelen. Ik probeer dicht bij de natuur te zijn. Het zijn allemaal dingen dat ik doe. En in 10 jaar kan dat heel veel wandelen zijn, in het andere jaar kan dat heel veel yoga zijn. En dat verschilt ook. Het is gewoon, ik vraag mezelf heel vaak, wat heb ik vandaag nodig om blij te zijn? En als ik me niet goed voel of zo, dan heb ik zoiets van, oké, wat heb ik vandaag nodig? En de antwoorden die komen dan wel. Maar ik zeg dan soms dan een heel dagje naar tv kijken. Ik heb wel geen tv meer, dus ik moet dan naar mijn ouders gaan. En dan is zo, elke keer als je zit, kijk naar tv. Ik zeg, ik wil een beetje chillen. En of een andere vraag van, ja, wat... Voor de mens van, wat heeft ons zoveel fun, waar worden wij echt blij? En heel veel kunnen mensen daar niet op antwoorden. Ik ga even terug naar je 10 jaar. Dus wat vond de zaal op je 10 jaar? En een van de dingen dat bij mij heel sterk naar voren kwam, is ik was altijd met Lego aan het spelen. Op zich, ik was geen PlayStation, mijn broer had een PlayStation, maar ik deed dat niet. Ik was altijd met Lego aan het spelen. En wat deed ik? Ik kocht Lego, ik maakte dat 1 keer, daarna vond ik dat saai, en ik creëerde andere dingen. En eigenlijk was dat zit een beetje in mij om dingen te creëren, om een nieuwe vorm te geven. En ik heb er eigenlijk veel uit geleerd gewoon door ooit een keer die oefening te maken. Wat wil ik ook zeggen, alcohol ontspant, pijst niet. Is alcohol fun? Kijk het een keer heel objectief in je dichte omgeving wat de alcohol doet met mensen. Veel fun is daar meestal niet aan. En je ziet ook wat er gebeurt. Hè. De voordeel dat ik mezelf afvroeg, hè, onze onbewuste gedachten, dat we gewoon op het gemakkelijke nadeel. Er was iemand die zei, ja, ik drink alcohol omdat ik dorst heb. Ja, tuurlijk, hè, wij zijn ook wel waarom er, oh, dorst. Eigenlijk is alcohol geen dorstlesser. Iets heel opvallend aan alcohol, als je 1 pintje drinkt en een goesting om nog een tweede te drinken. Of als je 1 wijntje drinkt en een goesting om 2 wijntjes te drinken. En een derde. Waarom? Omdat eigenlijk alcohol net je dorst niet lest. Misschien is je dat wel een kop van, als je te veel hebt gedronken, dan al wat kop bij net. En hoe komt dat? Omdat alcohol eigenlijk het water onttrekt uit je hersenen. Dus als je dorst hebt, is het best van al dat je water drinkt. Ik drink ook bijzonder veel thee de laatste tijd. Maar als je thee drinkt met theïne, cafeïne dus, dat lest je dorst ook niet. Het is beter dat je kruidenthee drinkt. Hè? Wij drinken af en toe kruidenthee voordat we gaan slapen. Zeg dan, hè? Dat is mijn vriendin trouwens. Ze zegt dan, en geen thee erin, geen thee, nee, anders gaan we weer zo zot zijn over naar achterdeur. Ik zeg, oké, het is goed. Maar ik zeg, best wel graag zotjes. Oké, het zijn mensen die zeggen van, ja, we drinken alcohol uit gewoonte. En oké, op zich, daar kan ik niet superveel over zeggen, maar weet gewoon, is alcohol een goede gewoonte? Ik denk dat we dat allemaal al weten, dat alcohol niet ideaal is. Ik probeer ook niet te zeggen van, kijk, stel dat mensen 1 of 2 glazen, of 3 glazen, of 4 glazen in de week drinken, het is niet dat zo super, super slecht is, maar probeer gewoon ergens een ander beeld mee te geven. En sinds jongs af aan worden wij opgegroeid, alcohol fantastisch is. En ik zei, als je zit 9 maanden in het bek van je moeder, komt op de wereld, eerst wat het doet is, fles champagne die ook knalt. Olé, het is een boer. En dat is zo. En ik zei, dan hang ik nog aan de navelstreng te wiebelen. En papa is al bezig met champagne te ontkurken. En wij worden, ja, allee, is niet overal zo, maar ik probeer een beeld mee te schetsen. En alcohol is een gewoonte. Ik heb ooit een keer gelezen, hè, dat als je denk 3 weken iets doet of zo, of 5 weken, dan wordt dat gewoond. Probeer daar eens een andere gewoonte te creëren. Iets dat ik heel veel zeg aan mensen ook als ze willen stoppen met drinken. Een van de dingen dat ik het laatste jaar doe is als je thuis komt, het eerste wat ik doe is mijn water opzetten.
Maar heel veel mensen, wat doen ze? Ze komen binnen en ze doen de free open. En ik zeg dat, door die hoort te veranderen, zet je water aan en zoekt je thee, een soort ritueel, dat ga ook je in een ander systeem brengen. En ja, probeert andere gewoontes te creëren, gewoontes die je vooruit helpen als mens. Ah, daar is het dan in. Ja, de mens zegt, ja, maar alcohol is zo lekker, hè? Dat is zo lekker en dat is zo genieten. En op zich, hè, over smaak naar huur kunnen we niet meer discussiëren. Maar ik ben een heel groot fan van mijn nichtje en mijn neefje van 5 en 3 jaar. En ik heb ze nog geen alcohol gegeven. Maar stel je een keer voor, hè, als je je kind van 5 jaar iets geeft van alcohol, of de eerste keer dat hij alcohol hebt gedronken, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. De eerste keer dat je een pintje hebt gedronken of een wijntje hebt gedronken. De kans is zeer, zeer groot dat hij het zegt van, ik vind dat niet lekker. De eerste keer dat je wit wijn drinkt, ik vind dat niet lekker. Rooi wijn, spuw. Omdat dat een fles is van Naldi of een fles van 200.000 euro. De eerste keer dat hij rooi wijn drinkt, hij vindt dat niet lekker. En eigenlijk, hè, alcohol op zich, dat is niet echt lekker. Natuurlijk, we hebben er iets op gevonden. Hè. Hoe zouden we anders de jongeren verslaafd kunnen maken aan alcohol? Ze waren een heel zoete drank op de markt brengen. Hè. Like Passoa, Pizza, Bacardi Breeze, Orange. En zo leerde op de markt te drinken. Ik ga eruit tevreden. Als ik 5 jaar was, ik zat in het jeugdhuis. Ik had altijd Bacardi Breeze, Orange. En mijn maten waren altijd aan het lachen met mij. Met zijn limonade. En eigenlijk, hè, was die limonade. Want daar heb ik geleerd om het effect leuk te vinden. En zo later, als je 20 jaar zit en je drinkt een Bacardi Breeze Orange, dan heb je geen vrienden meer op naart. Dus je moet dan pinten beginnen drinken en kan tussen. Ik had onlangs een debat in Leuven, dat was fantastisch. Dat was met 100 studenten. En het was zo'n beetje de studentenclub. Hè, en ze hadden mij zo uitgenodigd om zo te debatteren, dat is altijd zeer plezant. En ze vroegen zo, ja, en die kant tussen gaat dat er niet over. En die kerel van de kant, maar nee, dat valt wel mee. En oké, we drinken wel wat. Maar dat valt wel mee. Ik zeg ze tegen hem, ik zeg, kijk, zie je daar zitten? Om een keer een verborgen camera te doen. En een studentenclub, een verborgen camera. En hij zo, ja, waarom? En ik zei, doe een keer een verborgen camera. En kijk de volgende dag, durf naar te kijken de volgende dag. En je zult een ander idee hebben. Maar wat doen wij? En ja, ik was erbij, hè. Dus allemaal gasten van 18, 19, 20 jaar. Wat doen die allemaal? Ze minimaliseren alles. Ja, nee, oké, ja. En komt zo een keer iemand, en toen een keer iemand pipi. En zo, ja, maar weet wel, dat hoort erbij, hè. Maar als je daar heel objectief zou naar kijken, zou je misschien niet zijn, want dat is toch niet zo normaal. Alcohol lekker, ik heb er mijn bedenking bij, maar ik laat mensen zelf ervaren. Ik heb, voor mijzelf weet ik ook, ik heb nooit gedronken voor het smaak. Ik heb gedronken voor het effect ergens. En voor mij werd dat ook gedaan. En dat ook met duizenden punten. Ik heb duizenden punten en altijd Jupiler. En waarom denk je dat ik altijd Jupiler heb gedronken? Omdat wij gebrainwashed worden door Jupiler. Hè? Ik weet niet of dat je dan Chris opvalt, maar ik kijk niet tv, dus ik kijk soms naar Stadion op VTN of zo. En elke keer als je naar Stadion kijkt, dan is de eerste reclame van Jupiler, maar het is altijd zo'n bliksknoop. Moet ik op dat. Ik weet niet of dat. Bij elke keer. En het wordt echt zo geconditioneerd. Hoeveel reclame over Jupiler, over alcohol, dat is ongelooflijk. In het cinema, ik ga regelmatig naar het cinema. Van de 6 of 7 reclames garandeert 3 over alcohol. Carlsberg, probably the best beer in the world, vaak erbij. Dan vodka, zit er ook altijd vaak bij. Eristof, van die stoer, zware man die drinken. En ik zei het, alcohol lekker. Ik geef soms ook het voorbeeld van tequila. Ik weet niet of je ooit al mensen een keer tequila hebt zien drinken, dat is heel interessant. Eerst leggen ze zo zout in hun hand en dan doen ze zo. Dan doen ze van. Dan drinkt ze. En dan doen ze die citroen er nog een keer bij. En dan vraag je, en hoe was het? Lekker. Zeer interessant hoe dat een keer filmen. Heel, weet je wel, door het stop met drinken, ik ben zo gans anders naar alcohol beginnen kijken. Ik vond heel veel dingen bizar. Ene waar ik zeer sterk op hamer naar de jongeren, is inderdaad degene van, ja, om erbij te wonen. Ik weet niet wie dat precies zijn, maar dat is eigenlijk een van de grootste zaken dat mensen gebruiken om alcohol te leren drinken. Ze zitten op de Giro, jeugdhuizen, vijfjes. En als je niet drinkt, hoort er niet bij. Wat probeer ik aan jongeren vooral mee te nemen, is om vooral trouw te zijn aan zichzelf. Ja, geloof me, dat is niet zo simpel. Als je 14, 15, 16 jaar bent, denk dan nu zelf. Het zijn 10 mensen die drinken en hij wil niet drinken, dat is niet zo simpel. Maar ik probeer altijd mee te nemen, van kijk, wees trouw aan jezelf, het gaat je verder brengen. En op korte termijn, misschien is het moeilijk, hè? Maar op middellange en lange termijn, hè, is het sowieso positief. Ik geef dat ook mee aan de jongens van, kijk, je omgeving,
Je omgeving, stel dat jij hier bent, de 5 mensen dat jij het meeste ziet, dat is een reflectie van jezelf. Dus ik zeg dat ook, hè. Is van als jij het zet dat je 5 vrienden te veel drinken en zo, en weet dat hij waarschijnlijk ook zo gaat zijn. Gaat ook zo horen. Je moet zelf de vraag stellen, wil ik bij die mensen horen? Dus de vraagstelling is weer heel belangrijk. Wil ik bij die mensen horen? En als je zelf die vraag, en als de vraag nee is, hè, is het best dat hij eens andere vrienden zoekt. Mensen zijn dat dan ook, ja, maar andere vrienden, wat vinden die? En ik zeg, ik ben iemand die heel veel al heeft ervaren, hè. Ik ben nog jong, maar ik heb heel veel ervaren en ik was een vriend in de voetbalwereld. Drinken, omdat ik stop met drinken, want dat was mijn voetbalclub, we waren met 50 mensen, omdat ik stop met drinken, het jaar daarna zijn de kantineinkomsten gedeeld door 3 geweest. Gewoon omdat ik stop met drinken. Dat is niet dat ik 2/3 dronk, maar ik beïnvloed ook de mensen enorm als ik veel dronk. Nu probeer ik mensen beïnvloeden op een betere manier. Maar wil ik daarbij horen? En eigenlijk, wat merk ik? In de voetbalwereld, hè? Pff, dat was niet meer mijn wereld. Maar wat merk ik begin doen? Ik was 4 maanden stop met drinken. En ik had altijd zo gehoord bij zo yoga. Yoga, oké. Okay. Ik op internet, Google, yoga, Gent. En ik ben zo yoga bij de vol. En dan, toevallig of geen toeval, heb ik dan die les kunnen volgen over het boeddhisme en het hindoeïsme bij iemand een jaar lang. Wat is daar gebeurd? Daar heb ik vrienden gemaakt. We zijn elkaar 3-4 keer in de week. Maar dat was superleuk, maar ik ben zo nogal een actiekerel. En dat was allemaal vrijwijs aan mediteren en mantras zingen en al. Maar ik voelde dat ik zo ook wel actie wou. Dat ik die mensen van minder begin zien. En ben ik me begin omringen met mensen die vrij in de actie gingen. En ik heb heel lang gewerkt, een jaar gewerkt. Misschien kennen die persoon, bij Karel van de Velde. Dat is zo'n beetje een business guru. Ik heb daar een jaar lang bij gewerkt. En zo heb ik eigenlijk mijn omgeving, hè, van vroeger, ik ben een nieuwe omgeving beginnen zoeken. En ik ben er altijd vrij bewust mee bezig. Ik zie wel nog mijn vrienden van vroeger, maar op een andere manier. Ik ga soms een keer aan tennis met die gasten, maar ik zie die ook veel minder dan vroeger. Vroeger zag ik die 2-3 keer in de week, nu zie ik die nog 1 keer in de maand. En dat is niet dat ik die niet meer wijs vind of zo, maar we zitten ergens op een andere golflengte. Dus bij wie wil ik horen? Deze vraag aan jezelf moet zeggen, ik zeg, voor de jongeren ook, geef dat mee, want mensen zijn soms bang, hè. Ik heb niet veel plaats meer, dus ik teken zo graag. Hè. Wacht, hè. Al die tekeningen staan ook zo in mijn boekje. Dus wat is er eigenlijk gebeurd met mijn omgeving van vroeger? Dat was eigenlijk een beetje mijn leven van vroeger. Uitgaan, drinken, zat zijn. En wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik heb vrij lang, ik ga het gewoon tekenen. Ik heb heel lang ertussen gezeten. Ik zei, dit is de oude wereld en dit is mijn nieuwe wereld. En hier, dat is de dinges van angst. En hier zijn er heel veel mensen die heel lang blijven hangen, wat ook geen probleem is. Hè. Het zijn mensen die willen stoppen met drinken, die hun oude vrienden niet willen kwijtraken, soms een half jaar, een jaar, soms 2 jaar nuchter blijven. Maar die dan toch na die 2 jaar toch een keer drinken. Waarom? Omdat ze dat niet kunnen loslaten. En wat ik wel geleerd heb, wat ik wel gedaan heb voorbij jaar, is van kijk, ik vond dat mijn vriendenkring van vroeger mij niet meer voedde en ik ben nieuwe vrienden beginnen zoeken. Ik ga een ander ding beginnen, yoga, lezen, boeddhisme, blablabla, allemaal verschillende zaken. En mijn wereld, hè, van zo'n klein dingetje, is eigenlijk enorm verruimd. En dat is ook wat ik meegeef aan die jongeren, is van kijk, zoek andere dingen op, zoek nieuwe vrienden op. En ik zei, Google, je vindt alles op Google. Dus zoek andere zaken. Dus, alcohol drinken om erbij te horen, het is beter om trouw te zijn aan jezelf. Er was ook iemand die zei, ik drink alcohol als we verdriet hebben. Ik weet niet of dat al een keer is opgevallen, als mensen verdrietig zijn en als ze drinken, wat gebeurt er meestal met die mensen? Dan horen ze nog, dan hebben ze nog meer verdriet. En ook je verdriet oplossen door te drinken, dat gaat niet. Dus wat ik geleerd heb, is op een heel bewuste manier mijn verdriet te leren verwerken. En ik zei, voor iedereen is dat anders. Er zijn mensen die beginnen mediteren en die daar hun verdriet en hun rust kunnen vinden. Ik heb dat gevonden ergens in mijn schrijven. Andere mensen vinden dat in hun lopen. Heel veel mensen als ze stoppen met drinken, beginnen triathlons te doen of marathons. En is dat ideaal? Het is al beter. Ik ken altijd zoiets van, dan denk je van wat loopt de weg? Maar het is al beter. Heel veel mensen als ze zich niet goed voelen, dan willen ze zich onmiddellijk super goed voelen. En wat ik ook geleerd heb in het leven is baby steps. Het is altijd een klein beetje beter voelen. Zo van, oké, wat kan ik doen om mij beter te voelen? En zult wat graag aan je supergevoel. Maar doe stap per stap. En geniet ook van de stappen. Hè?
Ik heb een ego, we hebben een normaal ego, maar ik probeer mijn ego op een andere manier te gebruiken in het leven. Ik heb ergens een doel. Ooit is mijn doel om van die Hollywoodsterren te helpen om te stoppen met drinken. En gewoon, dat is mijn ego die dat wil. Mijn ego wil ook in mijn Lamborghini rijden. En dat is oké. Maar het is niet van, ik ga pas gelukkig zijn als die Lamborghini. Ja, totaal niet. Dat is ergens een doel en dat is plezant. En het leven is een beetje speel. Maar ik probeer altijd te genieten van de weg ergens naartoe. En dat is ook wat dat heel veel mensen, als ik ook kijk naar mensen rondom mij, hoe carrière gericht dan die zijn, hoe dan ze aan het gaan zijn, aan het blazen, aan het overdrijven. Burn-out, hè? Ik weet de cijfers niet van burn-out, maar als je luistert nooit naar de radio of naar televisie, maar zet je televisie aan op, burn-out, 20% burn-out, 20% aan medicatie, de helft van de bevolking drinkt. En burn-out is ook een signaal van je lichaam, van oh, het is genoeg geweest. Er zijn zoveel mensen die over hun grenzen gaan. En je kunt dat op heel veel manieren doen, hè? In je relatie, in je werk, in je drinken, en het is niet ideaal. En ik zei dat ook, hè, het verdriet, iedereen kan dat op een andere manier doen. Er zijn ook van die therapie waarbij dat ze kwaad kunt worden en ze kunnen brullen en roepen. En dat is vrij hoe dat bestaat, maar ik voel me daar niet goed bij. En luister gewoon naar eens naar jezelf, luister naar je gevoel. Als ik kijk naar mijn voorbije 5 jaar, hè, nuchterschap. Het heeft niet veel met mijn alcohol te maken, maar het gaat vooral eens van luister naar mezelf. Hè. Wat wil ik manifesteren, wat wil ik doen? En ik ben bijvoorbeeld superveel bezig geweest met mijn werk de voorbije 3 jaar. Ik echt superveel werk, elke dag, maar omdat ik voel dat ik dat moest doen, dan voorbij 3 maanden heb ik zo dan toch de moed gevonden om dan zo'n appartement te kopen op mijn alleen, omdat mijn ouders altijd zijn, je kunt dat niet, inderdaad, maar ik heb dan toch de stappen en de moed gevonden om dat te doen. Ik heb dan een auto gekocht en allemaal van die stappen genomen. Maar ik luister altijd vrij goed, oké, wat moet ik doen in mijn leven, wat moet ik bezig zijn, ik probeer dat te volgen. En, maar ik zeg dat, maar het is ook, we hebben allemaal ergens zo dat innerlijk stemmetje, dat wel ergens voelt waar dat naartoe wilt gaan. En doet dat ook gewoon. Ik zie dat. Dat is een beetje een lijn. Ik geloof dat we allemaal een levenspad hebben. En we moeten dat pad ergens volgen. Maar wat doen de mensen? Ze gaan naar daar. En hoe verder dat van je pad raakt, hoe moeilijker dat is om terug te keren. Ik probeer heel vaak met mezelf te communiceren. Natuurlijk dat ik soms een keer van mijn pad ga en dat ik mij laat leiden, maar ik probeer ook altijd terug snel op mijn pad te komen. En nu doe ik dat door veel te lezen, door te schrijven, door bezig te zijn met mijn eigen. Ik heb een heel druk leven, hè, want het was een van de enige avonden dat ik nog kon komen spreken in de maand januari en februari. En ik ga er vol een bak voor, omdat ik dat ook zalig vind. Maar na dat probeer ik ook rust te vinden, probeer ik te ontspannen, probeer ik te gaan wandelen, probeer ik leuke dingen te doen om goed in balans te blijven. Maar toch, dat is soms een uitdaging. Dus dat verdriet en zo, probeert dat op een andere manier mee om te gaan. En er zijn ook mensen inderdaad die drinken omdat ze zich niet goed voelen. Maar moet er geen tekening bij maken. Als je niet goed voelt en gaat drinken, gaat dat niet beter gaan. Of dat nu 1 glas is, 2 of 3, dan ga je niet helpen. Ook wat ik heel bewust ben van geworden, is van tijd. Tijd is iets zo kostbaar en wij beseffen dat niet. En ik zeg dat vaak tegen mijn broer, tegen mijn zus, ik zie u graag. En dan is dat weer zo'n raar, hè. Ja, of soms met mijn broer hebben ze ook een dikke knuffel en mijn broer blijft als een stokstijf staan, lekker plank. Maar gisteren heeft hij een per totaal gehad, mijn broer. Hè. Hij heeft gelukkig niets, zijn vriendin ook niets. Hè. Maar het leven is heel kostbaar. Dat hangt soms aan de zijde draadje, maar wij razen maar door en wij beseffen dat niet. En waarom zeg ik dat? Omdat alcohol enorm veel tijd invult. Hè. Echt in mijn leven, ik dronk wel vrij veel, maar zelf als je 2 avonden in de week op je gemak drinkt, dan zeg je een avond kwijt. En probeert uw tijd op een goede manier te spenderen. Ik heb boeken daar ook over gelezen en dat is zo. Tijd is levenstijd en is levensenergie. Elk uur dat hij ergens insteekt, ik hoop dat je dat doet voor jezelf, omdat je dat echt wilt doen, want anders is het ergens een verloren uur. En mijn tijd voor mij is heel kostbaar in het leven. En ik probeer echt, de reden dat ik hier sta, is omdat ik hier wil staan. De reden waarom ik eigenlijk niet in bedrijven lezingen geef, ik zou dat kunnen doen dan al, maar de reden dat ik dat niet doe, is omdat ik bij de jongeren wil zijn. Ik ben zelf 30, ik doe dat nu van mijn 25, ik wil dat nog een paar jaar doen bij de jongeren zijn. En soms ga ik erover, hè? Maar dat is oké, omdat ik weet dat ik dan daarna wel al kan rusten. Maar mijn tijd is enorm kostbaar en we staan er niet altijd bij stil, en dat is jammer. Want het leven, voordat we het weten, is het gedaan. Ik heb ooit een vriend gehad van mij. Ik heb ook trouwens alweer vrienden verloren door te drinken en te rijden. En verleden week was het nog op nieuws van mijn Leuven, die 3 gasten.
die na een examen net geweest en ik was aan het lezen en kreeg er kiekgeval van. Waarom? Omdat ja, als ik vroeger zat was, dan liet ik ook vaak geen bericht, stuurde ik ook geen bericht naar mijn ouders. Die waren altijd zo ongerust ook en het was een artikel waarin dat er stond dat die mensen zo ongerust waren, maar dat, ja, dat de politie aan de deur stond. Dus mijn vader stuurde mij dat door en zo van, ja, kijk, zo hebben we ons ook weer gevoeld. En waarom zijn die mensen, waarom hebben ze hun leven gelaten om een avondje zot te doen, wel als ze de volgende dag toch een avond meer van weten? En dat is een beetje jammer. Wat ik wou vertellen is, ik heb ooit een jongen gehad naast mij, 2,5 jaar, heeft er iemand naast mij gezeten. Naast zijn naam was Lode. Hij zat altijd naast mij, 2,5 jaar aan een stuk. Derde, vierde, vijfde middelbaar. En op een dag komt hij niet naar school. Maar weet je wel, het al, dat ik iemand ziek is of zo. En ze kwamen, ja, en de volgende dag hoorden we dat hij was omver heen door een uitje dat hij was gestorven. En bij mij was het zo, allee, want dat is ondertussen 13 jaar geleden of zo. Ik heb dat nooit vergeten, dat was van, wow, ik kan elke dag gedaan zijn, we moeten zot genieten van het leven. Ik ben een beetje overdreven met mijn drinken, dat is niet ideaal. Maar we moeten wel genieten van het leven. En dat is ook sinds 5 jaar, hè, doe ik dat. Waarom zijn kinderen zo super gelukkig? Omdat die 90% van de tijd doen wat die willen doen. Waarom zijn er veel oudere mensen ongelukkiger? Omdat ze niet meer echt willen doen wat ze... Wanneer dat ze niet echt doen wat ze willen doen. En mijn nichtje is 5 jaar en ze van... Ah, gaan we naar een Boomba kijken? Oké, we gaan naar Boomba. Ze is content. Gaan we nu gaan voetballen? Oké, we doen dat. En ze is content. Ze lacht omdat ze doet wat ze kan doen. En naarmate dat ouder wordt, dan weet je van, ja, nee, dat mogen we niet meer doen, dat kunnen we niet meer doen. En dat is jammer. Tijd, ik ben er heel veel mee bezig. Voilà. En wat is er eigenlijk gebeurd? Wat is er eigenlijk gebeurd? Je ziet dat al die voordelen dat ik in vraag heb gesteld, zijn eigenlijk nadelen beginnen worden. En kun je dat gewoon zeggen, je kunt dat met alles doen. Je kunt dat doen met roken. Je kunt dat doen met alcohol. Je kunt dat doen, kun je met mensen die wiet roken of heroïne pakken, dat laat je het midden. Maar je kunt dat doen, maar eigenlijk om te even welke drug. En hoe komt dat dat ik alcohol zo makkelijk heb? Want dat was eigenlijk mijn hoofdboodschap. Ik ben 3 jaar geleden op koppen geweest. Dat was mijn hoofdboodschap in dat filmpje. Dat het veel makkelijker is om te stoppen met drinken dan we denken. Mensen zeggen, ja, je hebt wilskracht nodig en dat en dat. Nee, je hebt kennis nodig. Dat heb je nodig. Oké. Okay. Soms zijn er wel een keer een avond dat je echt zoiets hebt van, kunnen we een keer zat zijn, maar dan lost dat op een andere manier op. Maar wat is er eigenlijk gebeurd, en dat is mijn grootste inzicht dat ik ooit had, is al die voordelen zijn verdwenen. En wat is er eigenlijk gebeurd, en dat is, wat is het grote verschil tussen mij en afkikklinieken en de AA en wat dan ook. Heel veel mensen spreken over een balans. Een balans. Zolang je een balans hebt, hè, zolang je één voordeel hebt, ga je iets blijven doen. Dat is mijn filosofie. Maar wat ik heb gedaan, hè, dus ik zie geen voordelen meer van alcohol. En er is ook geen sprake meer van balans. En zo, hè, als mensen naar mij vragen, ik was 30 jaar gewoon. Ja, en je hoest om iets te drinken. Ik zei, kijk, je dronk heel naar thee. Dronk. Ja, ja, maar. En je hoest om zo een glaasje champagne te drinken. En ik zei, waarom zou je dat doen? Mensen snappen dat niet altijd. Dus we vragen dan soms terug. Mensen vragen, ja, wil hij zo nooit meer iets drinken? En ik zei, mag ik u vragen stellen? Ja, ik zei, wil hij ooit nog een keer cocaïne snuiven? Mensen hebben dan zoiets van, nee, of vraagde hij niet? Ik zei, waarom wilde je niet meer snijden? Hartstikke lukt je dat niet, dat is niet goed voor mij. Dat is tegen mijn principes. Dan zeg ik, voilà, dat is juist al de reden waarom ik niet meer wil drinken. Dan, ze snapt niet altijd volledig. Ze zeggen, cocaïne is toch iets anders dan drinken? Maar ik zie geen voordelen meer aan alcohol. Daarom heb ik dat ook al loslaat. Ik ga ooit een boek schrijven over de liefde. Ooit. Ik heb al veel dingen gesnapt, maar nog niet alles van de liefde. En, maar bijvoorbeeld, ik heb al ex-vriendinnen gehad en ze weten dat wel. Ik heb al exen en zo. En ik heb eigenlijk juist dezelfde oefening gemaakt voor mijn ex-vriendin. Wat heel veel mensen zeggen, ja, maar ik zie die zo graag, ik zie die zo graag. En ik stel dan, maar wat zie die zo graag? Wat is er eigenlijk gebeurd? Waar ben ik vrij goed in? Is dingen concreet maken. Waarom? Omdat je ze dan kunt vastpakken en je kunt ze laten oplossen. En bijvoorbeeld ook met mijn exen, hè. Ik heb ooit zo'n vriendin, ik heb er 7 jaar om daar een balos te laten. 7 jaar ben ik daarmee bezig geweest. Waarom? Het zat ergens een diepe overtuiging dat ik dacht dat ik maar ging trouwen. Maar ze was al bijna 4 jaar met een ander. En opeens was ze van, maar dat klopt niet. Dat was mijn ego niet dat ik kon loslaten. En opeens, hè, het was weg. Het was weg. En het zot van alles, dat zei mij de volgende aan een bericht. Dat ik had ze al 1,5 jaar niet meer gehoord. Ah, gaan we een kast spreken. Ik zei, ja, het is goed, maar het is weg. En dat is ook zo met alcohol. Je kunt dat weten en snappen, maar soms moet je dat een keer voelen. En opeens, ja, soms opeens komt het allemaal samen. En
Dus dat is eigenlijk de filosofie, hoe dat ik eigenlijk ergens door het leven ga, is van, die voelen, ik wil dat ook erbij zijn, en dat is niet om mijzelf te bestoefen ofzo, maar 60% van de mensen die bij mij komen, en dat gaat heel raar klinken, want 60% van de mensen die bij mij komen, die stoppen na 1 of 2 gesprekken. En waarom? Omdat wij die oefening samen doen. En ik blijf doorgaan tot wanneer ze 0 voordelen zien. En natuurlijk, soms gebeurt dat een keer dat mensen dan een keer hervallen ofzo. En ik reken er zelf niet bij, hè, bij die 60%. Dus als je naar het globaal cijfer gaat kijken, 95% van de mensen, die gaan hand anders met alcohol om. Dat is gigantisch veel. Hè. Dus kijk, mijn afgekliniek ga je gewoon een cijfer geven. In afgekliniek is dat 2%. Ik denk in de AA is dat ook iets van 2%. Zoiets. En bij mij het 60%. En dat is gewoon omdat ik de juiste vraag stel. En in afgekliniek, met alle respect, hè, ik ging in het begin naar dokters om mij voor te stellen. En die vroeg zo, ja, waar hij studeert. En ik zei, ja, ik heb marketing en KMO management gedaan. Dat is iets anders. Maar ik zei, ik weet niet dat ik kan stoppen met drinken, want ik leef het en ik doe het. Allee, en ze had zoiets van, Zij geloven dadelijk. Allee, zo van, ja, maar je moet dat toch studeren. En het is vrij goed dat ik niet die studies gedaan heb, anders zou ik op een andere manier brainwashed zijn. En ik zag geen voordeel meer. En de nadeel, hoe meer nadelen dat je hebt, hoe beter dat is. Weet je wel, maar op zich, de nadeel maakt minder uit. Waarom? Omdat als je 1 voordeel ziet, gaat dat blijven doen. Voilà, dat zijn een beetje de zaken. Ik weet niet hoe lang dat ik aan heb gebabbeld, want ik kan ze blijven vertellen. Is dat er een? Er staat daar een klokje op het podium. Het is 9 uur. Voilà, we kunnen wat tijd doen. Oké, en de nadeel. Inderdaad, een kater. Hè. Ik ga dat ook gewoon een voorbeeld. Ik ga dat gewoon vertellen ook. Er zijn heel veel mensen die vragen, als je veel drinkt, dat de blackouts en zo, hoe komt dat? En ik zei, dat is een ventje daar. En je moet altijd weten dat 30% van de energie naar ons hoofd gaat en 70% naar ons lichaam. Ook de exacte cijfers, ik weet niet of dat klopt. Hè. Maar wat gebeurt eigenlijk als mensen een blackout hebben? Dat is teken dat je zoveel hebt gedronken, dat die 30% naar je lichaam is moeten gaan om dat allemaal te kunnen verwerken. Maar misschien kennen we wel mensen die kwijt veel zorgen hebben. Hè? En dat, hoe komt dat? Dan hebben ze koppijn en al en dat kost hen superveel energie. Waarom? Omdat ze, omdat er daarvoor kwijt veel energie naartoe gaat. Maar als je bijvoorbeeld heel veel drinkt en blackout zet, dan is dat je lichaam dat gewoon moet verwerken. Misschien heb je al gehoord dat mensen bijvoorbeeld zich in coma drinken en dat ze hun maag moeten leegpompen en al. Dat is gewoon omdat je lichaam de hoeveelheid alcohol niet meer aan kan. Dus dat is echt wel, weet je, ik heb het laatste jaar heb ik veel blackouts gehad. Ik heb mij dan vaak afgevraagd, hey, hoe komt dat, dat ik dat niet meer weet, op het moment zelf weet ik dat nog. Maar dat is, als je blackouts krijgt, is het teken dat je echt al niet meer op bezig zit. En het zijn ook inderdaad, hè, je zegt, we zeggen heel veel dat we niet meer willen, of dat we niet meer weten. En dat is ook zo, als je veel drinkt. Dus ik zeg dat is voor heel weinig zaken. Mensen worden agressief. Hoe komt dat mensen agressief worden? Een beetje het ding dat ik al vertelde, we hebben bepaalde emoties, iedereen maakt dingen mee in zijn leven, constant maken we dingen mee. En wat gebeurt er als je drinkt, als je dat niet verwerkt, hè, dan komt dat naar buiten. Dat is echt, dat is gelijk, zijn, hè, een drank is een duivel, een drank is een duvel, en dat klopt. Als je de dingen niet verwerkt, als je zat bent, komt dat allemaal naar buiten. En wat ik ook probeer mee te geven aan mensen dan, en, is ook om goed te luisteren wat ze zijn. Want zeker het eerste 2-3 jaar kwam ik nog overeen met mensen die veel dronken, nu de laatste jaren dat veel minder. Maar ik probeerde goed te luisteren naar wat ze allemaal zeiden. Van oké, want dat is teken dat speelt. En soms wou ik dat een keer aanhalen de volgende dag. Maar ik zie ze al niet meer, dat werkt inderdaad niet zo goed. Maar het is wel interessant om dat al wel. Ik zei altijd, hè, ik heb een boek ook geschreven hoe je moet omgaan met mensen die drinken. Want op een bepaald moment, weet je, als je zo'n beetje op televisie en op de radio en in de media komt, krijg je heel veel vragen. Ik krijg vaak dezelfde vragen. En ik krijg zo altijd de vraag, ja, mijn zoon drinkt veel of mijn dochter drinkt veel. En ik stuur dan een mail terug. Zij sturen naar mij, ja, mijn zoon of dochter drinkt veel. Dus ik stuur een mail terug, ja, drinkt hij zelf. Mensen vinden dat een vrij rare vraag. Mensen, natuurlijk dat ik zelf drink, maar mijn zoon heeft een probleem. Ik zei, oké, hoeveel drinkt hij? Dan zei hij, ja, ik drink 3-4 glazen op een avond. Ik zei, weet u dat je zoon het beste helpt? Ik zei, stop zelf met drinken. En 9 op de 10 van de mensen doe ik niet meer. Zo. Maar zei dat ik dan die boek had geschreven, maar ik weet niet meer wat ik erover zei. Ah ja, dus om meer kennis, hè, hoe meer kennis dat hij hebt, hoe beter dat hij de zaak gaat loslaten. Ik zei in het boek van u, ik ben het zat, hoe moet je omgaan met wat hij drinkt?
dat gaat niet over een andere persoon, dat gaat over jezelf. En mensen vinden dat ook super confronterend, want soms krijg ik dan toch wel mails ook, hè, van ja, maar in die boek ga je altijd over mij, maar het is mijn zoon die probleem heeft. En ik ben een vrij groot fan van Be the Change You Want to See in the World. En ik weet niet of dat Gandhi een boeddhist was. Ik ben zeer groot fan van Gandhi. En waarom? Gandhi zegt, be the change you want to see in the world. 5 jaar alleen ben ik stop met drinken. Ik heb niet gezegd van, ik ga heel de wereld veranderen. Hè? Totaal niet. Ik heb gezegd van, kijk, ik ga mezelf veranderen. En nu kan dat heel oprecht zeggen, hè? Maar ondertussen zijn er al duizenden mensen stop met drinken. Gewoon doordat ik zelf stop met drinken. En dat is niet van, je moet stoppen, je moet dat, je moet dat. Totaal niet. Ik ben gestopt, verandert de wereld, hè? Verandert jezelf. Want toen heel veel mensen, ja, we gaan de wereld verbeteren, en we gaan dat. Maar ze beginnen niet bij zichzelf. Ik ga gewoon een bedenking meegeven, dat ik de laatste tijd ook af en toe een keer vertel. Maar het is een bedenking, het is niet waar, het is niet fout. Maar ik weet niet, de meeste mensen kennen misschien Steve Jobs van een iPhone. En hij, dus, ik heb zijn boek gelezen, ik heb zijn films gezien. En onlangs zei ik, ik had zo'n nieuw inzicht. En Steve Jobs eigenlijk, ik weet niet of dat mensen dat weten, maar dat is op zich niet zo'n aangename man. Een beetje bipolair zelf. Een gefrustreerde mens, ik weet niet of dat je dat een beetje weet. Dat was iemand die niet echt vriendelijk en eigenlijk was hij een mens zeer eenzaam. Ja, je ziet dat als je zijn boek leest. Maar en Steve Jobs was altijd gericht op een buitenwereld. Ik wil de wereld verbeteren, ik wil de mensen veranderen, ik wil de mediacultuur veranderen. En hij was zeer sterk gericht op een buitenwereld. En hij heeft dat ook ergens gedaan. Hij heeft een iPhone, een iPad. En mensen bij hun eten, die praten niet meer met elkaar, zitten op een iPad of op een iPhone. Mensen op café zitten op een iPad, op een iPhone. En wat ik eigenlijk gemerkt heb, en ik laat het in het midden als bedenking, wat ik eigenlijk gemerkt heb, is dat zijn innerwereld, hè, zijn eenzaamheid, heeft eigenlijk ook geprojecteerd op heel de wereld, vind ik. En be the change you want to see in the world. Ik ben gestopt met drinken, niet om mensen te helpen in mijn, maar vooral om mezelf te helpen. Als je iets wilt veranderen, hè, begin altijd bij jezelf. Dat is vaak de moeilijkheid. Mijn vorige relatie, dat was nogal een heftige relatie. En ik zei ook, ik moet naar een therapeut. En terwijl ik het zei, zei ik van, oh, het is niet juist, ik ga naar een therapeut. En ik ben beginnen gaan. En voilà, dat is wel uitgeraakt, want dat heb ik niet geleerd. En dat is ook, hè, als je de wereld wilt veranderen, begin bij jezelf. En baby steps, hè, kleine stapjes met een keer. Hè. Je hoeft niet van de eerste keer een heel ander persoon te zijn. Maar geniet van het proces. Dus die agressiviteit, dat is ook wat je probeert mee te geven aan de jongens, werkt aan jezelf, leest veel. Ik zei de Google, soms zijn er heel veel jongeren met e-probleem. Door de crazy media ook, hoe dat er zo gezegd vrouwen moeten zijn, die worden gebrainwashed en heel veel vrouwen en meisjes hebben e-probleem. Ik zei dat dan ook, ga op Google, zoek door eten, lees boeken over eten. Probeer die dingen een beetje, probeer dat aan te pakken, probeer er meer kennis over te krijgen. Dus agressief, het gaat allemaal om hetzelfde. Die emoties dat wij niet goed aan kunnen, moeten we het meer leren omgaan. Ja, ik zei inderdaad, voor mij ook, ik voel me enorm rijk. Dat is niet naar buiten gericht, maar ik ben iemand die heel veel heeft geleerd. Ik heb heel veel ervaring aangaan en ik heb nog altijd angst. Hè? Kijk, ik soms nog angst om dingen te doen, en zeker naar relaties toe soms. Maar ik heb zoiets van, oké, weet je wel, we gaan gewoon die angst proberen doorleven. En proberen op zo bewust mogelijk manier met zaken om te gaan. Als er zaken niet goed gaan, oké, kijken van waar komt dat? Is dat van mij? Is dat niet van mij? Komt dat vanuit van mijn ouders in opvoeding of van een andere opvoeding? Of weet je wel, ik probeer daar zo bewust mogelijk mee om te gaan. En als je een beetje doorheen het verhaal luistert, dan hoor je van, kijk, stop met drinken. Dat gaat niet meer over die alcohol, dat gaat om hoe dat kon gaan met mijn emoties, met mijn probleem. Hoe dat ik op een heel positieve manier ook altijd door het leven ga. En ik doe heel veel andere zaken. En misschien nog iets dat ik wil meegeven, dat in mij opkomt. Dus ik ben vorig jaar ook 6 weken naar Bali geweest, zo naar Indonesië. En wat ik eigenlijk daar geleerd heb, ik heb 3 jaar lang superveel gelezen. Lezen. Heel veel kennis opgedaan. Maar ik heb eigenlijk daar geleerd dat de body en de mind eigenlijk samenwerkt. En eigenlijk heb ik daar op die 6 weken, dat was 5 euro voor massage. Ik heb me daar elke dag laten masseren. Ik heb daar elke dag 3-4 uur yoga gedaan, stretching oefening. En ik probeer daar nog altijd veel mee bezig te zijn. We kunnen veel weten, maar je lichaam is ook een onderdeel van het groeien. En ik ben iemand die ook zo bewust mogelijk met mijn lichaam probeert om te gaan. Ook met het ding dat ik eet en zo. De ene dag gaat dat ook beter dan de andere. Ik probeer wel gezond te zijn en
Ik voel dat letterlijk. Hè. Als ik slecht eet, ben ik moe. Als ik goed eet, ben ik supergoed. Dus de body and mind, dat is één geheel. En dat is ook wat jullie doen, hè, door te mediteren, door ook een beetje rust in het lichaam te krijgen, doen jullie dat zeer goed. Oké, maar dat waren een beetje de zaken dat ik tot nu toe al wat meegeef naar jullie, dat ik wou vertellen. Er werd mij gevraagd om misschien ook nog 10 minuten te laten voor vragen. Dus ik zou zeggen, als mensen een bepaalde vraag hebben, over alcohol of over het leven of iets, dan moet je mij die gerust stellen. Was. Ja. Wat doe je met mensen waarvan je merkt dat ze inderdaad blijven voorkomen? En waar je er eigenlijk absoluut geen afval op hebt? Mm-hmm. Dat is een goede vraag. Het is ook te zien, wonen we mee samen of niet? Of is dat gewoon vrienden? Of... Dat is mijn moeder. Mm. Oké, okay, wel, die moeder is toch. Hè. Dus de eerste vraag die je kunt stellen is: wat kun je leren van je moeder? Dat is al één. Voilà. En. Wat ik ook vooral eigenlijk geleerd heb, en dat is vooral het voorbije jaar, is dat de mensen die kunt helpen, dat is één, dus dat je enkel jezelf kunt helpen. En eigenlijk twee, is als je iemand wilt helpen, is dat omdat er daar voor u iets aan hangt. En dus zij blijft vluchten, dat is eigenlijk, heel cru gezegd, dat is eigenlijk haar probleem, dat zij vlucht. Maar dat hij haar ergens wilt helpen misschien, of wilt ergens haar steunen ofzo, je verwacht nog iets van haar ergens. Ja, ik weet niet wat, hè, maar het is ergens nog iets dat je verwacht. En zolang dat je dat gaat verwachten, dan kun je jezelf de vraag stellen, want de vragen zijn enorm belangrijk. Als je aan jezelf vraagt, wat kan ik leren van mijn moeder, kunnen er dingen opkomen? Wat verwacht ik nog van mijn moeder? Kunnen er andere dingen opkomen? En dan kun je gaan kijken van, oké, is dat zo, klopt dat? Ik ben, dat ik misschien niet zeg, ik ga enorm veel in therapie, ik vind dat zeer fijn. Een van de dingen dat mij enorm heeft geholpen, ik vind dat de meest transformerende therapie dat bestaat, is familieopstelling. Ik weet niet of je dat kent. Heb je dat ook al gedaan? Oké. Heb je dat ook al individueel gedaan met iemand? Of is dat in groep met representanten? Ja. Wel, ik ben de zeer goed, maar ik ben een zeer groot fan van dat individueel te doen. Waarom? Dat is dan met popjes, met dingen, dat is super. Ik vind dat beter, persoonlijk. Omdat je leert er andere dingen uit. Maar oké, je bent ermee bezig hoor, maar je verwacht nog ergens iets en dat is normaal. Eigenlijk wat dat Jan Geurts ook zegt in zijn boek, is dat vanaf ons 1 jaar ongeveer hebben wij ergens een negatief geloof dat wij niet goed zijn, hoe dat wij zijn als mens. En dat wordt eigenlijk door geen hele leven wordt dat getriggerd. En dat komt, soms denk je van oké, nu ben ik bijna Boeddha, ben ik super spiritueel en dan komt er zo weer iets naar boven, dan zo, nee toch niet. En zo lang mijn moeder wil helpen. En dat zit er nog ergens soms in mijn systeem, maar ik probeer haar ook gewoon los te laten en dat zo te doen. Dat is niet altijd makkelijk, maar ik zeg dat doordat ik weet dat ik ergens mijn ouders heb gekozen, dan ga ik daar anders mee om. Ik ga nooit vergeten, ook 3 jaar geleden ben ik met mijn ouders op reis geweest, een week. En ik was al heel veel aan het leren en aan het lezen over het leven. Ik las een boek, het drama van het begaafde kind. Ik weet niet of dat mensen dat kennen. Als je dat niet kent, zeker niet lezen, want het komt van alles naar boven. En ik had die boek gelezen, samen met mijn ouders op reis. En ik was op thuis gekomen en ik had een mail gestuurd naar mijn ouders. Ik wil jullie 2 maanden niet zien. Ik heb het gehad met jullie. En kwam zo iemand naar mij en weet dat hij zei tegen mij? Ja, het probleem, maar hij loopt van weg. Dat is makkelijk, hè? Ik zei, oh, makkelijk, weet je niet wat er allemaal is gebeurd en zo. Een beetje slachtoffer spelen. En dan, eigenlijk wat ik gezegd heb, weet je wat, ik ga er een jaar alles aan doen dat ik voor het jaar weer op reis kan gaan met mijn ouders. Ik heb dat gedaan, ik heb heel veel therapie gedaan, heel veel zaken geleerd en het jaar daarna ben ik op reis kunnen gaan. En probeer de dingen op een andere manier te zien. Hoe moeilijk dat ook is, laat je inspireren door een andere inzicht, andere mensen, andere boeken. En misschien kunnen we dan ergens op een betere manier mee omgaan. En laat ze maar vluchten, het is echt. Ik geloof ook dat wij toch terugkomen als mens. Als mensen zelfmoord plegen en zo, dat is allemaal niet ideaal. Maar het komt toch terug, dus het is beter dat het van eerst oplost. En ja, dus laat ze maar voor. Ik doe dat vrij goed in mijn werk. Mensen komen bij mij, ik geef hen mijn inzicht en ik kan dat heel goed loslaten. En daar ben ik vrij goed, maar bij andere zaken is dat soms iets moeilijker. Maar dat is ook normaal, dat is zien wat voor band daarop letten. Maar laat ze maar een beetje vluchten. Dan kijk je een keer naar weg. Voilà. Dat ging niet echt over alcohol, maar ik hoop dat je het ooit zou kunnen bijgeven. Het is ook alcohol. Ah ja, oké.
probeer het ook, ik zeg altijd aan mensen, het is nu niet voor het zijn, maar probeer het boek van mij te lezen, dat je dat ook beter kunt snappen waarom dat ze weer drinkt. Kans, je zult waarschijnlijk wel weten, kans is zeer groot dat zij ook een of ander trauma heeft. Jij hebt de moed en er is de kracht in jezelf gevonden om de dingen aan te pakken in het leven. Zij heeft dat ergens niet gevonden. En het is ook ergens oké. Ook al is het zeer moeilijk om te zien. Dan kun je nog iets meegeven. Iets gewoon dat... We moeten ook een beetje dat ik door het leven, naar het leven kijk. Heel veel mensen vanuit het ego denken altijd dat er een begin en een einde is. Dat is juist hetzelfde met de dood ook. Een begin en een einde. En heel veel mensen denken dat dat een lijn is. Ja, of, ik had mijn voetbalploeg en we hebben dat 7 jaar lang gehad. En we moesten daarmee stoppen. En mijn ouders, dat was zo'n familiebeun, dat was zo, oh nee, het is een einde, en we gaan een mens van ons vinden, nee. En wat ik eigenlijk geleerd heb, is dat elk einde een nieuw begin is. En het leven zijn cirkels. Ja, elk einde is een nieuw begin. En dat is ook iets, ja, gewoon, ik voel dat ik dat wel meegeef. Dus het is altijd, hè, stel dat mensen sterven of zo, hè, weet dan ze wel terugkomen. Ja, misschien een andere vorm of een andere persoon, dat weet ik niet. Maar er is nooit een einde, er is altijd een nieuw geboren worden. Ik heb gisteren een zweethutceremonie gedaan, kun je dat mensen dat kennen? Dat is eigenlijk heel kort tijd, dat is een soort sauna, waar dat je eigenlijk verschillende ronden zet, waar dat je praat over je dankbaarheid, dat je bidt naar de mensen. En eigenlijk de zweethut, dat toont eigenlijk, dat is een soort baarmoeder eigenlijk, en die zeggen dat ook, hè. Wij worden eigenlijk elke dag hernieuw geboren. Elke dag krijg je de kans om hernieuw geboren te worden, om opnieuw in het leven te staan. En als je dat zo een keer doet, dus weet je, want het is eigenlijk 3-4 uur dat je zo in stilte zit, ga je een beetje terug naar jezelf en daarna moet je in een ijskoud bad zo. Dus superleuk. Het is zo. Dus elk begin is een nieuw einde. Ja, dat is echt wijs, hè. Maar voel je enorm liefde, wel en rustig daarna. Daarna is zo, dat is zo altijd, dat is ook altijd zo bericht naar mijn ouders. Van, ik zie jullie zo graag. En naar mijn broer en naar mijn oh, I love you. Dan stuur ze terug, ja, we gaan nu weer zitten. Ja, wat heb je nu weer gedaan? Soms als ik zo bij mij, soms vraag ik, om laat ik ben geboren. Hè, welk uur? Dan stuur dat ze naar mijn ma, om laat ben ik nu weer geboren. Ja, nee, ik ga het er niet zeggen, want ik weet niet wat ik nu weer allemaal gaat uitpoken. Voilà, ik weet niet of er nog mensen een vraag hebben. Ik zal misschien nog heel kort, want ik heb al zo een paar keer verteld over mijn boek. Eerst en vooral, dus elke persoon die hier zit, die mag dit boek, die is alleen daar buiten aan die tafel, iedereen mag dit boek gewoon meepakken. Dus dat is eigenlijk mijn eerste boek dat ik geschreven heb. Dat is eigenlijk de druppel hoe dat ik stop met drinken. Ik zei dat ondertussen, daarvan zijn er al zo'n 10.000 in de omloop. En de volgende 10.000 gaan volgende maand gedrukt worden. Een tweede boek dat ik geschreven heb, en dat eigenlijk over de geheimen om nuchter te blijven. Hoe komt dat, dat 60% van de mensen nuchter blijft, en hoe komt dat ik nuchter blijf en andere mensen niet? Dat is omdat die mensen bepaalde zaken doen en andere mensen niet doen. En daar rond staat zo, nuchter blijven is een werkwoord. En dat is ook zo. Dus dat was mijn tweede boek dat ik geschreven heb. Wat kwam ik dan soms tegen in mijn leven? Dat mensen zeiden tegen mij, ja, maar Michael, hij zei zo in die altijd uitging en dronk. He, ik ben iemand van 50 jaar die alleen drinkt. En dan had ik andere mensen. En ze zochten allemaal excuses om niet te stoppen. Dus wat ik gedaan, ik heb 20 mensen dat ik gecoacht heb en mensen dat ik herken, heb gezegd, kunnen allemaal een keer korte getuigenissen schrijven. En dat zijn mensen van 17 jaar, van 50, van 70, allemaal verschillende levens. En iedereen herkent zich al in 1 of 2 verhalen. Dat zijn allemaal tijd. Op zich heb ik daar niet veel voor gedaan. Ik heb gewoon een mail gestuurd naar 100 mensen. Wie ziet er dan zitten om mijn tijd te schrijven? En ik heb daar een boek van gemaakt. Moet soms slim zijn, hè. Dan heb ik ook een boek geschreven hoe je moet omgaan met mensen die drinken. En dat is ook een boek met heel veel oefeningen eigenlijk voor jezelf. En vanachter in het boek staan eigenlijk alle therapieën en zaken die ik gedaan heb om vandaag in het leven te staan. Die boeken zijn over alcohol. Er komt nog 1 boek uit over alcohol ook. Maar dat is eigenlijk mijn laatste boek, die moet nog uitkomen, die andere. Maar dat is eigenlijk het laatste boek dat ik geschreven heb. En dat eigenlijk over het leven. En dat is vrijheid, de kracht van actie. En ik bracht dat op de markt. En ik kreeg, als ik dat op Facebook zet, maar ik heb zo superveel vrienden en zo op Facebook. Ik had dat op Facebook gezet en je ziet dat, een titel is niet juist geschreven. Mijn beste maat, iemand die me eien. Hij drinkt nog altijd, maar hij heeft alweer respect voor alles wat ik doe. En ik bel mij, hij zei, Michael, uw cover is verkeerd geschreven. En ik zo, nee, meen je dat?
Hij zei, ja, hij scheert scheren. En ik zo, maar ik zei, tuurlijk. Ik zei, ik weet dat, hè. Ah ja. En hij zei, waarom heb je dat gedaan? Ik zei, wat vind je van de titel? En hij zei, ja, ik snap het niet goed. Ik zei, oké. Okay. Ik zeg, kijk, hè, ik heb mezelf de vrijheid gegeven om te schrijven en te doen wat ik wil in het leven. En eigenlijk zei ik, hè, hoe dat je een titel interpreteert, is hoe dat eigenlijk in het leven staat. En ik heb 10 mails gehad, maar echt, dus van mensen die zeiden, Michael, het is fout. Het is niet juist. Dat kan je niet op de markt brengen. Dus dat is een beetje het leven kijken. Dat is zo van kritisch. En dan heb ik andere mensen die zeggen, oh, Michael, echt zalig. De max. En dat zijn meestal zo de mensen die veel fun hebben in hun leven. Door hoe dat een titel interpreteert, zegt veel over jezelf. En voilà, dat was mijn laatste boek. En ik zei normaal gezien, elk boek is €20, maar die ene krijg je sowieso al mee en de rest van het boek verkoop ik voor €10. Dus als je goede deals wilt doen vandaag, het is €10. Nee, het is echt, als je goede deals wilt doen, het is €10 per boek. En voor mij is het heel belangrijk en, dat ik mijn kennis in de wereld breng. Dus ik deel heel veel boeken uit ook, maar op een bepaald moment moet ook een beetje hoe in evenwicht blijven. Maar, door eigenlijk, dat is wat ik ook ergens doe. En ik heb mijzelf heel vaak de vraag gesteld, stel dat ik morgen zou doodgaan, wat zou ik nou moeten doen? En dan is er zo van alles, ja, moet dat nog doen, dat nog doen, moet dat die boek uitbrengen. En ik probeer dat dan op een goede manier en op een deftige tijdspan uit te brengen. En dat is hoe dat ik door het leven ga. Want nu, ik heb eigenlijk nog 1 boek over alcohol geschreven, ik heb lang getwijfeld, ga ik dat doen, ga ik dat niet doen. Maar dan moet op de macht komen dat er nog een paar geheimen in staan dat ik vroeger nog niet door had. Dus, voilà. Dat zijn zaken die ik jullie allemaal wil meegeven. Jullie waren super aandachtig. Even aandachtig als de jongeren. Misschien is het omdat jullie ook nog super jong zijn. Hè? Ik wil jullie enorm ook bedanken. Hoor. Ik vond dat jullie zo zeer aandachtig en al waren. Dus het steken dat jullie er wel iets aan hadden, denk ik. Ik zei het, als je met mij in contact wil blijven, al mijn gegevens staan altijd op het laatste boek, laatste pagina van mijn boek, staat mijn gsm-nummer en al staat erbij. Als ik jullie mij iets kan helpen, met jullie iets van dienst kan zijn, laat mij weten. Ik geef 1 kom de 2 weken, 1 kom de maand, tijdens een openbare lezing. Voilà, dat zijn een beetje de zaken die ik wil vertellen. Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie aandacht. En mensen die nog een smittenboekje willen of een handtekeningsje, dat kan daar ook vanaf. Ja, of in de cel, bij die jongen is altijd, papa, een foto! Ik zei, ja, dat mag, hè. Een selfie, ja. Maar kijk, dank wel voor jullie aanwezigheid en aandacht.